Ik heb het overgenomen van mijn vader en mijn zoon. De toekomst staat alweer te popelen om ook weer verder te gaan. Dus wat dat betreft is dat wel heel leuk. We hebben al een lange historie met de familie in de chrysanten. Opa die teelde ze al. We waren najaarschrysanten, pluischrysanten. Mijn vader is daarin verder gegaan. Zo ben ik er weer in doorgerold, zeg maar. Ja, en de volgende generatie staat alweer naast me. Dus dat zijn al 4 generaties die dan met chrysanten in de weer zouden zijn. Dus dat is best bijzonder, denk ik. Op 10-jarige leeftijd ben ik al begonnen met mijn vader om te helpen op zaterdag. En op een gegeven moment werd het door de week. Op school ging ik ook steeds meer denken wat voor vervolgopleiding zou ik gaan doen. Nou, toen heb ik voor een tuinbouwopleiding het HBO gekozen. Nu gaan we kijken wat we in het vervolg gaan doen en gaan we doorbouwen aan het bedrijf.